allerliefste Odde familie en welkom weer bij deze groet de bla bla. Welkom weer bij deze gloednieuwe leuk of meuk. Superleuk dat je weer kijkt. Gezellig, hè? Ik heb vandaag iets voor jullie wat ik al een hele tijd lang wil testen. Het is al sinds mei verkrijgbaar, maar het is een hele tijd uitverkocht geweest. Maar eindelijk, ik heb ze. Het is ook echt onwijs vaak aangevraagd, dus ik baal er best wel van dat het zo lang was uitverkocht. Maar goed, ik heb het over de fingerlings. En ik hoop dat ze natuurlijk niet voor niks waren uitverkocht. Want dat is natuurlijk wel teken dat het best wel populair is momenteel. De fingerlings. En ik heb er niet één. Ik heb er niet twee. Ik heb er niet drie. Nee, ik heb er gewoon vier. Oh. Vier fingerlings, want ik wilde ze natuurlijk wel zo goed mogelijk kunnen testen. En ze waren in zulke leuke kleuren, ik kon gewoon niet kiezen. Dus ik heb gewoon vier stuks. Paars, mintgroen, dat is natuurlijk een van mijn lievelingskleuren. Nou, roze natuurlijk, kan niet ontbreken. En wit. En dan heb je ze ook nog in het zwart en in het turquoise. Dus dat zijn degenen die ik niet heb. En ze zijn €16,99 per stuk. En ze zijn alleen maar verkrijgbaar bij de Intertoys. Zoals gewoonlijk, het linkje en de prijs van dit product staat natuurlijk in de beschrijving. Ik vroeg mij heel lang af wat dit was. We gaan er vandaag natuurlijk achter komen. Maar waar het eigenlijk basically op neerkomt, is dat dit hele lieve kleine pygmee-aapjes zijn. Zo heb ik het begrepen. Die reageren op aanraking, reageren op geluid. Geef je kusjes, kunnen dingen vastgrijpen. Je kunt ermee schommelen, wiegen. In slaap, ijzen, noem het maar op. Ik zie trouwens op de verpakking dat elke fingerling een andere naam heeft. Ik denk dat dat gewoon per kleur dan verschilt. Maar dit is Zoe in ieder geval. De paarse heet Mia, Bella en Sophie. De witte is Sophie. Leuk. Ik denk dat we ze maar gewoon vooral even moeten gaan openmaken met z'n allen. Dus even kijken wat er allemaal in zit, hoe het werkt, wat ze uiteindelijk allemaal kunnen. En of het natuurlijk uiteindelijk leuk of meuk is. Voordat ik dat ga doen, doe deze video natuurlijk wel even alvast een dikke leuk geven. En ben je nog niet lid van de oh zo leuke, supergezellige, mega toffe Odde familie, dan moet je natuurlijk zeker niet vergeten om even te abonneren. En dan zeg ik voor nu, let's go! Oeps. Nou, ik ben benieuwd. We gaan ze maar één voor één uit hun holletje halen. Dit is Bella. De roze. Bella is los. Dit is Bella. Ik doe er gelijk om mijn vinger heen. Maar ze blijft inderdaad heel erg goed vastzitten. Plukje gele haar zo. Super schattig. En dan hebben we hier Zoe. Oh, er zit er ook nog een gebruiksaanwijzing in trouwens. Helemaal onderin. Hier staat op wat die allemaal kan. Nu begrijp ik waarom ze fingerlings heten. Want ze blijven echt super goed aan mijn vingers hangen. Ik ga ze even aanzetten. Oeh. Oh, kijk. Hij gaat het doen. Hallo? Oh, dan zet ik deze ook eventjes aan. Ze reageren een beetje op elkaar, geloof ik. Nou ja zeg. Nou ja, ja. Ze maken apengeluidjes, heel schattig. Maar dan ben ik benieuwd wat ze nou eigenlijk allemaal kunnen. Dus ik pak even die gebruiksaanwijzing bij. En dan kijk ik eventjes waar ze op reageren. Wat ik daarvoor moet doen. Daar wil ik wel even achterkomen. Het schijnt dus zo te zijn dat als we in zijn neusje blazen, dat die kusjes gaat geven. Dus laten we dat eerst maar eens even proberen. Blah. Cute zeg. Gaat hij lekker zoenen. Lekker zoenen met de vingerlings. We kunnen hem ook ondersteboven hangen en dan gaat hij ook iets doen. Maak dus allemaal schattige geluidjes. Ga lekker zitten bakkeleien als ze op zijn kop hangen. Lekker aap kooien. Skee. Tik op het kopje van je aap voor leuke reacties. Hij reageert wel echt meteen. Nou, ik kan hem natuurlijk overal hangen. Dus we maken er gewoon een mooie oorbel van. Oeh, lekker zo. Zit ze lekker in mijn oor te schreeuwen? Ja. Kijk, ik lees ook dat het bijvoorbeeld leuk is om aan een pen te hangen en dat soort dingen. Oh. Niet alleen aan je oren, maar ook voor de pen. Maar ik zit hier op kantoor en ik heb geen pen. Ah, hier word je wel een beetje lijp van hoor. We hebben dus net getikt op de kopjes van de apen, maar je kunt er ook overheen aaien. En dan staat er, je aapje zal van je houden. Nou, dat zullen we eens even zien. Die twee sensoren op de kopjes, die kunnen we ook indrukken. Oeh! En dan krijgen we een verrassing. Hij laat dus gewoon een dikke scheet. Hier. Oh, oké. Okay. Ik ben gek op scheten. Pak ik ook even de andere twee uit. En dan zijn dit Mia en Sophie. Ik wil kusjes. Ah, yes. Schijnt het ook nog zo te zijn dat als je ze wiegt, dat ze lekker in slaap gaan vallen. Dus ik ben benieuwd. Gaan we eens even wiegen. Nou. Hallo? Oh, wat een toetie.
Nou, het schijnt zo te zijn dat je ze overal aan kan hangen. Dus ook aan elkaar. Super cool. Ik heb gelezen dat bijvoorbeeld een pen een hele leuke optie is. Ik zit hier nu net in mijn studioruimte en ik heb dus geen pen. Maar ik heb wel heel veel andere dingen. We gaan eens even kijken waar we ze allemaal aan kunnen hangen. Dat is het allerlaatste wat ik ga doen. En dat is hoe ze reageren op twee klapjes. Want het schijnt dan zo te zijn dat ze hierna gaan apen. Dus laten we dat maar even testen. Ze hangen hier nu aan, dus ik heb mijn handen nu vrij. Dus. Leuk hè, Dolly? Alles wat de fingerlings kunnen, dat hebben we nu zo'n beetje wel getest. Dus het is tijd om ze even te kijken of de fingerlings een leuk of een meuk waard zijn. Als eerst moet ik zeggen dat ik ze er echt heel erg lief en schattig uit vind zien. En dat plukje haar en die kuifjes, het is echt hartstikke schattig. En ook de kleurtjes zijn hartstikke leuk. Wat ik ook gewoon grappig vind, is dat ze ieder een eigen naampje hebben. Jullie kunnen het misschien niet heel erg goed zien, maar ze zijn dus van plastic. Maar het materiaal is echt heel erg fijn. Bijvoorbeeld die klauwtjes, die gaan hartstikke lekker en makkelijk om je vingers heen zitten. Zonder dat het strak is, zonder dat het afknelt. Gewoon een beetje rubberachtig. Maar niet te hard, ze zijn gewoon lekker zacht. En ze blijven dus super goed zitten. Stiekem hebben ze mijn hart toch wel een klein beetje gestolen. Ze zijn zo schattig en lief. En de geluidjes die ze maken zijn hartstikke leuk. Je kunt ze dus ook overal op klemmen. Dus je kunt ze ook overal lekker mee naartoe nemen. Op je vinger of aan je tas hangen. Het is gewoon echt een hele leuke uitvinding. Er zit hier achterop dus gewoon een schakelaartje. Dus als je ze zat bent, houden ze ook gewoon lekker weer hun mond. Ik was eigenlijk best wel verrast hoe leuk ik dit ben gaan vinden. Ik ben er stiekem een klein beetje van gaan houden. Dus het zal jullie ook niet verbazen dat ik de fingerlings een hele dik vette leuk geef. Oh, dan moet hij eigenlijk al eventjes op de duim. Een dikke vette leuk, letterlijk. Er komt nu pot tevoorschijn. Dan kun jij stemmen of jij het een leuk of een meuk vindt. Laat natuurlijk ook eventjes weten onderin de reacties wat jij in het vervolg wil zien in een nieuwe leuk of meuk. Dus wordt iets heel vaak aangevraagd zoals de fingerlings, dan is de kans groot dat ik het in de toekomst voor jullie ga testen. Dus doe deze video natuurlijk ook even een hele dikke leuk geven. En dan zie ik jullie aankomende zondag weer met een hele nieuwe vlog. En dan wens ik je een heel fijn weekend toe. Geniet ervan. Ga leuke dingen doen. Zeg ook de groetjes van Dolly. Zit lekker in de stoel. Een hele dikke doei. Toedeledokie. Tot de volgende keer. Mwah.